De vraag was, waarom begint de industrialisatie eerder in Engeland dan in Nederland? Want terwijl de Nederlanders keihard moesten werken, hadden ze in Engeland al lang machines. Maar om te onderzoeken hoe dat kan, moeten we eerst terug in de tijd. Een kijkje in Nederland, hoe het daar naartoe gaat. Daarna kijken we hoe het in Engeland ging. Wat een werk, allemaal met onze handen. Ik ben zo moe, we hadden een oplossing verzonnen werd, dat dit automatisch ging. Ik kreeg net een brief van mijn zwager uit Engeland. En die vertelde iets ongelofelijks. Wat dan? Ze vertelde dat dit allemaal niet meer hoefde, dat het op stoom ging. Dat dit alles automatisch werd gedaan. Oh, dit ook maar. Ja, inderdaad. Wat een vrijheid hadden we. Zielig, hè, voor je boeren. Je kan het je nu bijna echt niet meer voorstellen dat er geen machines meer zijn. Maar nu praten we met de professor en zij weet alle redenen over hoe het kan dat het in Engeland eerder is ontstaan. Hallo. Hallo. Nico van Klokhuis. Ik ben Vera. Jullie hadden een vraag. Ja, we willen graag weten waarom de industrialisatie eerder begon in Engeland dan in Nederland. Nou, er zijn eigenlijk veel verschillende redenen voor. De eerste dagen met Engeland hadden een hele fijne omstandigheden om een industriële revolutie te beginnen. Ze hadden namelijk heel veel grondstoffen waar machines op konden draaien. En dat zorgde ervoor dat er fabrieken ontstonden. Ze hadden ook veel geld om te investeren in fabrieken. En Engeland lag aan het water en ze hadden dus hele goede handelswegen. En ze hadden ook kolonies in andere landen, dus daar konden ze ook weer grondstoffen vandaan halen. Alles bij elkaar hadden ze dus een hele grote afzetmarkt. Oké, en hoe was het dan in Nederland? In Nederland waren er eerst heel ongunstige omstandigheden. Want in Nederland waren er geen grondstoffen. En mensen hadden niet genoeg geld om te investeren. En er waren niet genoeg wegen om grote producten te vervoeren. Oké. Dus dat zorgde er eigenlijk voor dat Engeland eerder in de industriële revolutie kwam. Dus eigenlijk hadden zij gewoon veel betere omstandigheden en daardoor... Hadden zij eerder in een industriële revolutie. Ja, Engeland zorgde er eigenlijk voor. Engeland had al eigenlijk eerder ontwikkeld in wegen en andere dingen. En dat zorgde ervoor dat ze eerder klaar waren voor een industriële revolutie. Oké. Nou, we zijn veel te weten gekomen over de industriële revolutie. Ik weet het antwoord. Jij ook, Robert. Jij ook. Sometimes my tries are outside the line.